NCCR verzorgt rampenbeheersingstraining aan districtscommissariaten. Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, is geruime tijd bezig geweest alle districtscommissariaten te trainen om adequaat op te kunnen treden bij een ramp in hun gebied. Het laatste district dat de training heeft gevolgd is Sipaliwini, bestaande uit 7 bestuursresorten. In gesprek met het Nationaal Informatieinstituut zegt NCCR-coördinator kolonel Jerry Slijngaard dat de focus van de training ligt op het opzetten van een gedecentraliseerde organisatie waarbij op het niveau van de districtscommissariaten een organisatie ontstaat die in tijden van calamiteiten weet hoe er effectief moet worden opgetreden. De bedoeling van de training is ook om een stuk bewustwording op gang te brengen onder de actoren. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.